De actie van de bus- en boothouders die hun diensten verlenen aan het Nationaal Vervoerbedrijf is opgeschort. Iwan Woon, voorzitter van de organisatie van bus- en boothouders in Suriname, zegt dat er gisteren overeenstemming is bereikt met minister Albert Jubitana van TCT en de leiding van het Nationaal Vervoersbedrijf. De bus- en boothouders krijgen eind maart niet alleen hun subsidie over de maand februari, maar ook een voorschot van 60%. Eind april hebben we dan de betaling van maart en eveneens die voorschot van 60. In de tussentijd wordt er dan weer gewerkt aan het model waarbij dus de OBS, NPP en het ministerie in die werkgroep zitting zullen hebben om naar het model te kijken. En eigenlijk gaan we dus proberen om voor april klaar te zijn, zodat dat doorgestuurd kan worden naar de minister om het dan te brengen in de raad ter goedkeuring. Woon zegt dat er een intentieverklaring is getekend met de leiding van het Nationaal Vervoerbedrijf, waarin alle zaken zijn opgenomen die zijn overeengekomen.